Hoe gaat het vandaag? Ja, het gaat fantastisch, Jan. Eerlijk is eerlijk. Lange voorbereiding gehad, maar zoals je ziet, het loopt allemaal heerlijk. Het weer zit, godzijdank, mee. En ja, we hebben er allemaal zin in. Het is allemaal leuk. Goed zo. Ik ben Riva. Ik ben Fleur Busker. Ik ben Britt Bosgra. Zij van Hees. Milo Afkam. Zitten jullie allemaal in dezelfde elftal? Ja. Wat vind je van de voetbal, driedaagse? Leuk. Ik doe het al 3 jaar en ik vind voetbal ook heel leuk. Nou, heel leuk. Leuke activiteiten en het is gezellig. Ik vind het wel leuk. En je kan ook meer leren voetballen, bijvoorbeeld de 3 dagen ook. Ik vind het wel leuk met de kinderen. Dat vind ik de mooiste wat er is. En ik probeer elke keer bij elke kind om zijn voetbal van technieken zo om te verbeteren. Ik zit er al heel lang op, of zo 3 jaar. En dan vond ik het leuk. Profvoetballer worden. Profvoetballer, bij welke club? Bij Barcelona of bij Ajax. Is dit de eerste keer dat jij meedoet? Nee, de 3e keer. En vond je het de andere keer leuk? Ja. Vandaar dat je nu weer meedoet? Ja. Wat wil je bereiken in het voetbal? Veel. 2e keer vorig jaar ben ik ook gegaan. Heb je vorig jaar genoten? Ja, op zich wel. Ik was een beetje moe, want ik had mijn spier verrekt daar die dag daarna. Wat wil je bereiken? Nou, bij Oranje en bij Ajax spelen. Zij wil net zo goed worden als Lieke Martens. Het hoogste niveau. Wat wil jij later bereiken met het voetbal? Het Nederlands elftal. Ik bedoel, Ajax. Nou, gewoon het eerste van niveau Sparta wil bereiken. Grat, wat doe jij nou hier? Normaal sta je achter de bar. Ja, ze hadden wat hulp nodig voor op het veld. Ik denk, nou ja, ik ben er toch, dan kan ik net zo goed even helpen. Een beetje leuk en een beetje niet leuk. En wat is het niet leuke eraan? Nou, ik zit bij jongens en die zijn veel sterker dan mij. En hun zitten al langer dan mij op voetbal. Doen er nog meer vriendjes uit je team mee? Ja, deze. En nog heel veel mensen van mijn school. Iedereen heeft het goed aan zijn zin? Ja! We staan hier bij Hans, de aankomend voorzitter. Je bent het nog niet helemaal, maar je staat al op het veld hier. Ja, ik sta al op het veld, maar ik denk, ja, ik ben natuurlijk als oud basketballer, dus ik moet hier op de voetbalschool moet ik het leren natuurlijk. Dus vandaar dat ik aanwezig ben. Ik vind het ook leuk dat we partijtjes en veel dingen kunnen doen. En even nog tussendoor drinken en eten. Ja, de eerste 2 jaar hebben we het gekeken en dat we toen dachten van, nou, er gaat wel heel veel naar een andere vereniging toe. Dus wij dachten van, we kunnen beter de centjes lekker zelf houden. Toen zijn we het zelf begonnen met 3 mensen. Paul, Wendy en ik. En het, nou, perfect toch? En nou is alles lekker voor onszelf en voor de jeugd. En het loopt veel beter. Dus zo doen we. Ik zie aan je gezicht dat je erg geniet. Ja, ik vind het mooi natuurlijk. Al die kinderen, al die lachende gezichten. Moet je eens om je heen kijken, mooi. Is toch prachtig? Ja, nee, het is helemaal geweldig. Ik heb het naar mijn zin. Ja, perfect. Ja. Ja, dan gaat hij nog een keer, kom op. Hey, we gaan nog een keer rond. Kijk eens daar zo, maar. Wacht, hij gaat rond. Wacht. Hij gaat rond. Bij de watertorentje nu.